Tell me about you and which store was opened here. Nou, ik ben Erik en ik ben van de Plus. We hebben gisteren heel hard gewerkt met z'n allen om deze winkel te kunnen openen. Daarbij hebben we ook een stukje zelfscan, scan and go gisteren geïmplementeerd. En vandaag zijn we open. In deze winkel vind je vooral bloemen, planten, cadeauartikelen, leuke dingetjes voor op tafel. Maar ook tijdschriften, boeken, wenskaarten en schrijfwaren. Hello, Janine. Hello. May I ask you, do flash flowers come every day here? Ja, elke dag, van maandag tot vrijdag komen ze vers binnen bij ons. And how many flowers you sell already today? Ik heb nu tot nu toe 1 boeket verkocht. Nu wat ik heb geteld en een hele blosse bloemen al en een paar cadeaus. Can I order flowers and get to home? Ja, de meeste bloemen staan tussen 7 en 10 dagen ongeveer, als je ze goed schuin aansnijdt. Dat is het belangrijkste. What is your job? You collect these flowers? Or... Ja, ik maak alle boeketten zelf en verkoop ze ook het liefst allemaal, als het even kan vandaag. Do you like it? Ja, heel erg. Can I have a mini excursion about the store? Of course. Dit zijn de cadeauartikelen. Allemaal leuke dingen voor thuis. Die hebben we hier ook nog. Hier hebben we wat dingen voor kinderen. Hier natuurlijk ook. Allemaal leuke nijntje knuffels. We hebben hier ook nog cadeaukaarten. Giftcards. Komen we daar bij de bloemen en de planten uit. En ook daarachter hebben we nog heel veel leuke potten en vazen staan. Which flower must be in every house? Een mooie roos is altijd leuk om thuis op tafel te zetten. This part of your store very different. Yes, dit zijn de wenskaarten. En dan hebben we de boeken, met in de eerste meter de boeken top 25. En dan hebben we daarachter nog een stukje met schrijfwaren. Alles makkelijk voor school, makkelijk voor thuis. Van een ordner tot een nietje, een pen, kleurpapier, eigenlijk alles. En de lectuur hebben we uit de winkel gehaald en die hebben we verplaatst naar deze kant. Die hebben we hier neergezet. Hello? Hallo. Are you going to buy something? Ja, ik zoek een cadeautje voor een klein meisje van 6. Dus ze hebben hier hartstikke leuke dingen. What is your impression about this store? Do you like it? Ja, het is echt ontzettend mooi geworden, vind ik. Hè? En het is ook heel makkelijk als je aan het winkelen bent. Kun je meteen hier naartoe. Dus ik vind het wel een mooie aanwinst. Ik hoop de opening van deze zaak. Ik hoop dat het heel succesvol wordt en... een goede aanwinst voor Aston. Do you like this shop? Very well, very well. Dat vind ik een goede vooruitzicht en goede aanwinst voor Aston. Dus het had al veel eerder moeten gebeuren hier in het centrum. What extra service do you give? We hebben gisteren ook ons scan-and-go-park geïnstalleerd. Klanten kunnen zelf scannen met de terminal of een enkele boodschap afrekenen bij de betaalpalen. Vroeger zat daar de servicebalie en die hebben we verplaatst naar hier. Alles wat vroeger in de servicebalie zat, zit nu hier.